Hey, hallo en welkom. Het is vandaag weer tijd voor... Yeah, roleplay. En ik zie eruit als een biker. Omdat ik hem... Ik heb geen idee waarom. Ik weet niet wat ik wil doen. Leuk jullie allemaal zijn. Welkom bij de video. Het gaat goed. Het gaat stabiel. Ben jij nou nog niet geabonneerd? En denk je, verpot verdik me. Ik moet eigenlijk gewoon hier geabonneerd zijn. Doe dat dan zeker. Doe dat dan zeker. Leuk jullie er zijn. Ik doe mijn helmpje op. Hut. Want we gaan vandaag een motor kopen. Ik heb al een motor. Maar ik wil eigenlijk even gewoon zo'n... Ik weet het niet. Gewoon echt zo'n typische motor kopen. Weet je, hoeft niet snel te zijn, maar dat ik gewoon even kan toeren. Dat ik gewoon eventjes kan toeren. Het zou dom zijn van mijn geld om deze te kopen. Maar het is wel leuk. Dus we doen het ook maar gewoon. Ik weet niet waarom. Ik ben echt een idioot als het gaat om mijn geldmanager. Maar ik heb nu gewoon een coole motor. Hij ziet er oprecht wel lijp uit. Ook dat blauwe erin. Eigenlijk moet ik dat rood maken. Oh, wat rijdt die kut? Waarom doe ik dit met mijn geld? Oprecht, ik snap niet wat ik aan doen met mijn geld in Roeveen. Oké, jongens, het moment waar we allemaal op gewacht hebben. Hij is zwart met een beetje rood. Ik heb echt oprecht geen idee waarom ik deze motor heb gekocht. Ik dacht, weet je wat, ik doe een keer iets geks in Roeveens. Ik doe bijna nooit iets heel geks. Dus weet je wat? We hebben een motor. Jezus, die ogen die worden rood. Wat lijp. Oprecht, dit is best wel cool. Nee! What the fuck? Wat vind je van mijn nieuwe motor? What the fuck? Ik denk, oh, dat is zo'n kutsqueaker die achter me aan loopt te rijden. Ik denk, ik ga hem vol negeren. Oh mijn god. Hoe goed is dat, jongen? Ja, ik heb mijn geld verspild. What the fuck? Ja, ik zag die motor achter me aan rijden. Ik denk, ik ga hem vol weggassen. Ik lijk wel echt op, ik weet niet welke plek. Ja, maar je leek echt op de typische skinhead gewoon. Was die? 40.000 euro of zo. 40 ruggen. Lijpe motor, jongen. Hallo? Nee. Het is zo kut. Hoezo? Het is zo kut, jongen. Hoezo heb je deze? Ik weet het niet. Ik zag hem, ik denk, deze moet ik eigenlijk wel hebben. En ik heb echt geen seconde spijt. Ja, het is wel een zieke motor alleen. Hij is zo kut, ja. Jongen. Oh. Ik ben vanaf nu een biker. RV Angels. Vanaf nu besteed ik mijn leven aan motoren en darten en zo. Ja, hoeveel kosten die? Daar wil ik het echt niet over hebben, maar 40.000 euro. En of ik er trots op ben. Hallo? Hoi. Hey. Heb je enig idee waarom Tranky naar jou vroeg? Hoezo Tranky naar mij vroeg? Ja, Tranky, nee. Die is nu waarschijnlijk met Mo en Rick en de anderen die op ons schaten. En Guus. Ja? Ze zijn allemaal naar iemand van de Darkness op zoek en ik weet niet precies waarom. Maar ze zullen al paranoïde zijn na gisteren. Oké, ja, ik ben Rick net nog tegengekomen. Oké. Maar ik rijd redelijk undercover, dus. Oké, nou ja, weet in ieder geval dat ze jou zoeken. Waar ben jij? Tranky belde mij voor dat hij jouw nummer wilde. Oké. Dat heb ik niet gegeven, want waarom zou ik hem helpen? Ja, chill, chill. Maar waar ben jij nu? Ik, Broekpark Garage. Kom even naar... Met wie ben je? Alleen. Okay. Boven op de schietbaan. Oké, ja, dat is helemaal prima. Yes. Zie daar. Joujou. En kunnen we 2000 euro ophalen voor Kika? Deze stream al, bewijs van. Oh, dan niet de hel. Wat is dit nou weer? Wat? Ben je geschoten? Huh? Ik heb geschoten. Ik en... Ja, hij is geraakt toch, jongen. Huh? Zet hem even op. What the fuck? Ik heb geschoten. Maar door wie? En door wat? Ik heb geschoten. Ja, what the fuck? Je bent echt een lul Zodiac inderdaad. Hey, blijf staan. Hallo. Hallo. Dacht ik niet, lul. Weet je dit zeker? Ik blijf gewoon even staan. Weet je dit zeker? Ja, tuurlijk joh. Je schiet me net door mijn been. Oh, doe het nu weer. Achteruit, nee, achteruit. Nee. Binnen om achteruit. Nee. Oké, okay, je staat naast een tank. Ik weet het. Ik weet dat het een slimme set is, makker. Hoezo schoot je? Zo schoot ik jou. Ja. Niks tegen, kom hier op mijn pad, dan doe ik jou niks fucking ei en dan schiet je me ook nog door mijn been. Dan heb jij ook echt de principes van een zandlopertje. Mo! Jesus Christ, Mo hier. Ja. Mo, wat de hel, Mo? En wie is dit? Wie is dit? 3 seconden, degene die het minst ver is, wordt geschoten. Gast, als je het niet doet. Adem in. Je weet het, niet doen. Ja, Mo, hou hem onder schot. Oprecht. Oh mijn god. Oh mijn god, jongen. Ja. Ja, wat dan? Hou het toch onder schot, jongen, die lul. Principes van een ei. Wat is dit? Ja, principes van een loser is het ook eigenlijk, hè? Wat wil je nou? Echt waar? Dit is niet nodig. Wat wil je nou? Ga weg. Oprecht. Willem, blijf staan. Sta achter me.
achter me staan. Fucking loose, het is. Echt waar. Willem, waar ben je geraakt, Willem? Willem zit net in het schouder. Oké, ik trek je shirt even uit. Ed, wat is dit? Wat is dit voor kutzooi, jongen? De bloedhond van een mol. Ja, wat de fuck, wat deed hij? Wat deed hij nou weer hier? Met de gun? Ja, ik weet het niet. En wie is überhaupt Rick Mo? Rick was er ook bij. Rick? Welke Rick? Rick Vos. Die was die andere gast. Dan meen je, oprecht. Oké, dat is goed om te weten. Wat de fuck doet Rick dan nou? Wat de fuck doet Rick dan? Geef Wim letterlijk dat vuurwapen en knal ze allemaal dood. Ze zijn er nog, hé. Ik zie ze daar staan. Ja, ik zie in ieder geval die Mo nog in rood staan. Dat is verband. Oké, ja. Nou is het tijd voor Willem om te rocken, jongen. Mo, je had in een andere helm gewoon zijn. Sorry, ja, die helmgozer blijkt fucking Rick te zijn, hè? Wat? Rick Force. Rick. Ja. Rick? Ja. Waarom Rick? Let's go. Ik wil een patissantje. Oeh, ze staan aan de andere kant gericht. Niet de hoek omgaan. Niet de hoek omgaan. Kutzooi. Oeh, voorzichtig. Pistols hebben die range niet. Die pistols hebben dat bereikt. Nee, oké, prima. Wat hier weg? Ja, wat de fuck wil je doen? We hebben een boot of iets dergelijks nodig. We hebben hier ook geen schutting, hè? Hier achter die dingen zitten. Achter die container. Container. Oké, Marcus, het komt hierop aan. Ja, ik heb niks, jongen. Ik heb een mes. Wat wil je dat doen? Nee, gewoon versterking. Stap in. Alsjeblieft, karren. Willem. Stap in de pielen. Alsjeblieft, pas op. Pas alsjeblieft op. Schieten. Ja, door zijn kop. Door zijn kop, meen je? Ja, door zijn kop. Oren, meen je? Lekker. Boom. En ook weer door zijn kop is. Headshot. Willem heeft het door zijn kop geracht. Zo. Hij is echt door zijn kop, hè. Door zijn fucking kop heen. Er is niemand. Ze zijn weg. Ze zijn allebei weg. Edward. Ze zijn allebei weg, hè. Ik weet niet of het zag. Ja, je leeft nog. Precies. Wat? Dat kan niet. Ja, ik leg het ook later wel uit, Willem. Waar ben je geraakt? Maar hij leeft. Waar is hij geraakt? In zijn schouder of wat dan ook. Of net een scham stond bij zijn nek. Het was in ieder geval niet clean door zijn hoofd. Hou je bek, dat was nee, het wel. Nee, 100% niet. Pas op. Ja, ik weet niet of we op tijd zijn hiervoor. Precies, Zulu. We rijden net één keer de rood, gelijk 100. Ja, Rick zit er ook bij. Dat flikker, jongen, die Rick. Nee, huis gaan we niet in. Huis kunnen we er niet in. Hebben we geen tijd voor. Rustig, man. Sorry. Oh, mijn god. Oh, mijn god. De motor rookt. Oud trouwens. Waarom zit Guus daar? Hoorde je Guus? Ja, misschien moeten we Wim toch uitleveren en dan leven wij wel. Nee, absoluut niet. Waarom niet? Gast! Ja, maar dat is wat ben je van plan? Wat ben je letterlijk van plan om hier te doen? Ja, gozer, ze gaan hier niet schieten. Ze zijn geen fucking debielen. Kan je langs mijn huis, denk je? Eentje is dit te tanken of wat dan ook. Ja, ze komen eraan. Als je snel naar rechts gaat, kunnen ze ons niet volgen. Dan weten ze niet dat we hier zijn. Oh, ja, ze zagen ons kut. Ze zagen ons. Nice. Goed zo. Rijd door. Oké, kut, ja. Willem, wat doe je, Willem? Ik zag wel in. Ik dacht dat de motor kapot was. Oké, wat we gaan doen. In AWB gaan ze niet zomaar schieten. Ga naar Blokkenpark toe. Wat wil je doen bij fucking Blokkenpark? Oh nee. Hij is kapot. Nee, ga je rechts. Spring, Willem, spring nu. Oprecht, je moet oprecht springen. Hij gaat springen. Ja, waar blijf je hier rennen, Willem? Waar blijf je hier? Onder de brug, in ieder geval. Ik pak die auto. Nee, ik pak die auto. Eentje in de auto blijven. Oh, Edward gaat er. Ga je dit echt doen? Wat is. Je zit er achterin. Wat ben je aan doen? Wat ben je oprecht nou aan doen? Waarom help je die loon? Wat ben je oprecht aan doen? Ik. Ja. Mijn brood aan het verdienen. Je weet dat als je iets doet dat je echt letterlijk morgen dood bent. Oh ja? Oprecht, ja. Dat weet ik echt 100% zeker. Ik zou het echt. Je zit goed? Ik schiet je nu door. Alles goed bij Tasje thuis? Ja. Oh, ze is weg. Oké, prima. Ja, onze auto is door die Guus, maar die Guus is waarschijnlijk morgen dood. Verder... Heb je een auto? Nee, hij heeft die auto gepakt. Okay, kutzooi! Oh nee, zo die is bij me. Waar ben je? Ik ben in het AP! Oh, kom, rennen. Kut, hij heeft het gevonden. Kut, pak hem, help. Ed, sorry, kut. Wat een kutzooi dit, hé. Oprecht, wat een kutzooi. Hij heeft Willem. Kutzooi, jongen, waarom heeft hij Willem nou? Willem? Hoor je me? Strip club, kom snel, kom. Zo. En of we snel de auto gaan pakken uit de garage, ja. En of we snel de auto uit de garage gaan pakken. Kutzooi, die Shannon kunnen op me gericht. Waar ben je? In de auto. Waar ben je? Strip club. Ja, we komen er echt nu sorry, aan. Ik sta nu in kunnen op me ja, er is een auto aan het... Kutzooi. Het is politie. Echt? Is de politie ook? Zie, Willem zit in de zwarte XM. Karuma met ja, twee ja, wij moeten een auto regelen. Willem, instap in G-Wagon. Ik heb Blokkenpark nu bij de garage een auto pakken. Ja, kom maar aan. Ja, ik heb Willem en Maarten. Hoeveel ik er heb? Max, pak je gun.
Ja, tuurlijk. Wachten we hier of gaan we zoeken hem op? Wat doen we? Nou, ik sta voor je uit. Willem, wat wil je? Wil je naar binnen of naar buiten? Oké, we wachten. Willem gaat even iemand bellen. Wel knap dat jij een kogel door je harsen overleeft. Je bent wel aangepakt. Willem, help Kaio. Ik zou je op de grond duwen. Willem, trap je keel dicht. Ik ben geraakt dan jij, Willem. Nee, ik ga je ook niet schieten zolang je ergens in je huis zit te chillen of bij iemand anders. Zorg even dat Edward zijn telefoon uitzet. Misschien is dat een betere zet. Anders wordt het wel heel makkelijk. Ja, waarom wil je ontmoeten? Wat ja. Hey, Trankie zocht naar mij. Maar ik zag Rick net ook. Gewoon letterlijk. En hij interesseerde me niet dat ik er was of zo. Ook al waren we één op één. Dus vraag me af wat ze willen. Want ze wilden, Trankie wilde mijn nummer, zei je? Ja. Tenminste, makkers van P. Ja, dat is mijn. Oké, dan vind ik het prima om even te meeten. Of dan te meeten om even te bellen met hem. Je wil met hun meeten? Nou, niet meeten, ik wil bellen. Okay, dan wil we weten waarom je me zoekt. Ja, ik ga je Trankies nummer even geven. Yes. Dat is letterlijk alles wat ik eigenlijk nodig heb van jou. Was even zijn nummer. Ja, goeiedag met Trankie van Trankie en Reuvers Productie. Hey, je spreekt met makkers. Makkers P. Ja, goeiedag. Zoals jij vroeg. Ik hoorde dat jij mij zocht of mijn nummer zocht of zo. Ja, ik zocht jouw nummer voor een motor. Wat dan? Ja, gewoon die wou je spreken volgens mij. Oké, kan ik mij dan doorverbinden aan mij? Maar we hebben jouw nummer gekregen van Edward Nigma, maar is wel goed. Ja, nee, maar daarom, ik dacht ik bel jou, want nu ik ben wel benieuwd. Ja, nee, is wel goed. Het is al goed. Ja, het is al goed. Het is al goed. Ja, alles is al goed, meneer Van P. Oké, nou dat zal het allemaal wel, denk ik. Ja, maar ik bel nu met meneer Van P. Maar meneer Van P vraagt of jij komt vechten 1 op 1 basketballplan. Hebben jullie me nodig, of? Mo, hebben we hem echt nodig eigenlijk? Ja, meneer Van P, we hebben je zeker nodig. Voor wat? Voor wat hebben we hem nodig? Oh, we hebben een zakelijke meeting, bitch. Een zakelijke meeting? Ik heb echt helemaal niks zakelijks gerelateerd aan jullie. Dus ik vraag me af wat het is. Nee, maar hij wil een beetje dingen uitpraten van gisteren, van de voorgevallen dingen, zeg maar. Hij wil uitpraten, ja. Het interesseert me eigenlijk niet zoveel, maar hij mag me bellen, wat mij betreft. En hij zegt zonder wapens, alsjeblieft. Ja, maar dan kunnen we net zo goed bellen. Ja, nee, zou je even bellen, meneer Van P. Heeft hij mijn nummer? Ja, toch, van Edward Nigma. Oké. Okay. Ja. Dan of ik verwacht een belletje en anders maakt het allemaal niet zo fijn, dus... Ja, nee, zo meteen bellen. Ja? Ja, ja. Oké, okay, prima. Oké, het zal wel dan. Joejoe. Nee, ja, hangt op. Ja, oké, okay, prima, joh. Vaag personen. Hele vage figuren. Dat klopt. Maar ze zeiden dat ze mijn nummer hadden. Via jou, dus. Oh, dat is echt heel bijzonder, want ik heb jou letterlijk net daarna gebeld. Ja, en, mij maakt het allemaal niet zoveel uit, hoor. Maakt ook niet uit verder, maar ik verwacht af een belletje en anders niks. Anders boeit me niet zoveel. Ze hebben het op een andere... Oh, Rick heeft trouwens ook wel jouw nummer, denk ik. Mm-hmm. Klopt, ja, Rick heeft 100% mijn nummer. Ja, oké. Okay. Ja, ik ga hun niet helpen. Nee, dat... Zeg nog, ik wil even iets... Ik weet nog niet precies hoe en wat. Met Makkers, hallo. Hey! Hey, dit is... Hallo vriend. Dit, je weet wel wie dit is, hoor. Oh, dit is Guus. Klopt dat? Ja, juist. Ja, oké. Hey. Ja, hey, hoe is het met jou? Prima. Slechte aankoop genaamd zojuist, maar prima. Oh ja? Wat heb, mm-hmm. heb je iets van Leuzal gekocht? Nee, erg. Het ziet er echt niet uit. Oh, wat dan? Ja, je ziet het ooit wel een keertje. Het ziet er echt niet uit. Ah, ik zie het wel bij een begrafenis. Even kijken. Gisteren. Ja. Hoe vond jij het? Apart, hersenloos, motiefloos. Motiefloos? Ja. Oké. Okay. Een beetje tot de rand van incapabel, wellicht zelfs. Ja, weet het? Ons grote voorbeeld is de darkness, daarom deden we. Ja, ik volg je niet helemaal, maar... Maar die bedreiging vond ik nergens op plaats. Welke bedreiging? Dat ik dood zou gaan. Ja, ik zei, als je iets doms doet, dan ben je gewoon dood waarschijnlijk. Dood waarschijnlijk? Ja, dus dat is gewoon een realistische... Dat is gewoon een realistische waarneming. Ja. Kijk, dat zeg je wel goed, omdat ik weet dat jullie het niet kunnen. Maar, leuk. Maar wat wil je nou? Nou, ik dacht ik bel je even om te laten weten dat jullie daar niet capabel genoeg voor zijn. Oké, okay, vind ik prima. Maakt mij allemaal niet zo uit. Ik wil best vrienden met jou worden, want ik heb jou... Maar oprecht, wat is je idee? Je belt me. Wat jou? Ja, wat ik net zei. Hey, kun je niet luisteren? Je mij... te laten weten dat je denkt of je vindt dat wij incapabel zijn ofzo? Ja, want ik weet dat jullie niet gaan lukken. Oké, okay, nou top, denk ik. Mm-hmm. Gefeliciteerd ofzo, I don't know. Ja, dus wanneer ga jij ook iets alleen kunnen? Moet je constant met 4-5 mannen zijn? Ik heb jou nog nooit überhaupt in mijn eentje gezien. Of überhaupt jou in je eentje, dus ja, lekker hypocriet, of niet? Nee. Maar zeg wat je wil, het maakt mij oprecht allemaal niet zo uit. Nou, dat ga ik niet aan jou vertellen.
Dat is hetzelfde als tegen de politie zeggen dat je een bankoverval gaat doen. Ik zeg wat je wil. Dat ja. Doe ik sowieso al. Ja, nou, maar daarom zeg ik, maar het maakt mij verder niet zo veel uit. Dat is een beetje ding. Maar ik moet Frank Reuvers gaan ophalen. Dus ik wens jou heel veel sterkte en succes. En okay. Ik betaal je uitvaart wel. Oké. Hey, pak eens. Wie ga je doodmaken? What's up? Hey, hoe is het met jou? Ja, prima. Chillen. Oh. Chill? Ja. Hoe lang nog? Ja, weet ik veel. Eventjes, denk ik. Ja. Eventjes. Een minuutje of twee. Eventjes. Oh, kut, dat was verkeerde spier. Sorry, dat wilde ik oprecht niet doen. Ja, je moet compenseren, ik snap het wel. Mooie auto heb je, man. Ja, dankjewel. Ik gun deze mooie auto, echt, man. Nou, ook de top. Hoor je maar oprecht top. Weet je. Ik wens jou heel veel sterkte in de toekomst met PostNL. Oké, maar what's up, jongens? Wat willen jullie? Nou, we wilden gewoon even praten. We zagen jou staan en we dachten, we gaan even praten. Oké, top toch? Gezellig, zou ik zeggen. Nee, en dan wens ik voor de rest van jou nog een fijne dag. Mag het je laatste zijn? Oké, zelfs denk. Enorm verwarrend. Ik snap niet wat ze nou willen van me. Ik snap oprecht niet wat ze nou van me willen. Hey, ik heb zojuist... was ik gewoon aan het chillen. En toen kwamen Guus, Limo en nog iemand. Geen idee wie de derde was naar me toe. Ja, en alleen maar domme loze bedreigingen, weet ik veel wat. Ze zijn opgepakt. Ze zijn opgepakt? Ja. Naar meen je? Luister, wat zijn ik ze zag jullie op... staan bij ja. De ammunition als het goed is. Ja, ze kwamen onnozele woorden kwamen. Het is echt ja. Zo dom, jongen. Toen kwam ik ze tegen. Ik heb ze even gevolgd op een gegeven moment. Toen schoot ze in één keer op mijn band. En toen, ja, ik bleef zo heel rustig staan. En toen schoot ik op hun. Ja. En toen ben ik heel rustig weggereden. En toen trof ik hun later bij Grove Street. Ja. En volgens mij is ze vuur aan het oprecht. Nee, yeah. Hij kwam helemaal naar me toe en was zo, oh, pakte zijn vader al verkeerde spier, blablabla. Ik denk echt, wat ben je nou allemaal aan het doen, weet je? Ik sta hier gewoon, wees nou niet zo onnozel en dus helemaal van, ja, dat kan je laatste dag zijn, weet ik veel wat, dit, dat. Ja, echt. Het was heel apart. Heel ik weet ook niet wat ze proberen, nee, ik snap maar... het ook niet. Het kwam heel onnozel over, weet je? Alsof ze geil kikken op... ik snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Alsof ze daarop kikken. Ik snap het ook niet. En ik stond daar gewoon te chillen. En ik vind het eigenlijk wel heel grappig om dit te horen. Ja, ik ook. Dus, ik word wel blij van. Ik heb nog wat beters. Ik ga denk ik proberen daar binnen te komen als advocaat. Oh, wat goed. Ja. Anders rij je tegen mijn auto aan. Ik ben er niet tegen aangereden, maar was... Oké, prima. Hey, mooi pet, Mees. Thanks. Mooi outfit. Nieuw, of... Nee, of heb je die al 2 jaar of zo? Wat was het? Nee, dat is een andere. Oh, dat is die andere. Dat is het pak van hem natuurlijk. Ja, dat pak had ik ook. Maar wat is er nou? Jongen! Hier. Hey, Giri! Ja, jou wilde ik zien! Jij lul! Ja, wat jij ja maar met je kutnummer, jongen. Echt. Nou, zeg. Loser dat je bent van de fans. Nee, ik vond hem wel leuk oprecht. Ik vond het alleen jammer dat ik niet over mijn neus begon. Hoe is het, Geri? Goed. Ja? Ja. Met jou? Goed. Nice, lekker man. En met jou? Ja, ook wel goed, lekker te vragen. Toast bedoel je. Zo! Zo! En of er hier even een ongeluk gebeurt. What the fuck? Wil je met mij op pad, Geri? Doe jij op met mij op pad? Ja. Niet doen, gewoon. Na een minuut moet hij weer weg. Nee, dat is niet waar. Ja. Dat is gelogen. Dat is niet waar. Oké, Gerrit, stap in. Oh, wacht even, hoor ik wel geweld. Leiden. Ja. Nee, grapje, grapje, grapje. Nee, grapje, nee, ik kan niet geweld. Wat een mooie auto. Wat ben je aan het doen? Oh, mijn god. Oh, mijn god. Wat doe jij? Gast, jij, kijk hoe een domme bocht jij maakt. Nee, jij gaf... Niet daar te fietsen. Hij gaf extra... Niet daar te fietsen. Roy, hij gaf extra gas. Je gaf ook nog een extra gas. Ik gaf niet extra gas. Nee, echt niet. Ik zag het te laat. Ik ga je opsluiten als je naar binnen gaat, hè. Oké. Hoezo? Dus kunnen we hier ook nog wat bestellen, of Hey. Oh joh, klasse buddy. Hoe doen we nou weer snitch? Snitch. Ja. Hey, mooi pakkie, Rick. Rick. Dank je. Ik gun deze mooie auto, echt man. Nou, dat top. Mooi maar oprecht, top. Weet je. Echt mooi pakkie. Het is pakkie wat we net ook zagen natuurlijk. Rick, wanneer ben je nou eens relevant? Gewoon even... Met dat ding in je mond. Maar eerst even een beetje... Even opwarmen. En daarna goede 10 seconden naar binnen poffen. Kom maar weg. In ieder geval dank je wel dat je gewoon weg. Weet, maar nee, ik wil even uitleggen. Kijk, doei. Doe maar nee, hoeft niet. Doe maar jongens, Gerard heeft gepoft. Gerard. Helemaal niet. Gerard gaat het. Gerard gaat het. En Frank zal tijd wel. Wat doe je? Ik vlinder zijn. Nou, je gaat goed volgens mij dit. Oh, ik denk dat ik hem hier maar achterlaat, jongens.
Ja, laat hem hier maar. Ik denk dat we met z'n allen beter naar buiten kunnen gaan. We kunnen beter hem, vind ik prima. Ik wil nog een kan je morgen wel weer op, Gerard? Oké, jongens, we hebben Gerard achtergelaten in de pofwinkel. Mooie zonen.